Zo, vandaag kwam de september 2021 Fairyloot box binnen en die ga ik uitpakken. Ik ben benieuwd wat erin zit. Augustus box was vorige week pas binnen, dus deze volgt vrij snel op de Augustus box. En als eerste vind ik het thema. Het thema is Uprising. En dit is de spoiler card met een mooie artprint op, met draken iets. En dan gaan we kijken wat er allemaal in zit. Dan vind ik als eerste hier de Prison Healer, een cardholder. En dan ben ik benieuwd wat dat dan precies is. Dus hij gaat echt gewoon niet uit de verpakking. Het zit helemaal vastgelijmd, lijkt wel. Ah, eindelijk. Oh ja, hier. Het is inderdaad een mapje om kaarten in te steken. Een soort, en nog een groot vakje om iets in te doen. Mooi versierd. Achterkant ook. Dan vind ik hier een envelop met daarop een Ember in the Ashes. En als ik die dan openmaak, dan vind ik een hele mooie glitterende pin. Amy Fall Verdaand. En dan staat er May Death Claim the First. An Ember in the Ashes Inspired Enamel Pin. Nou, die is mooi. Ik neem aan dat die gekke taal een taal is die in het boek voorkomt van het volk. Ik heb het boek, als het goed is, dus liggen. Dat weet ik trouwens niet zeker, Ember in the Ashes. Nou, ik durf het niet te zeggen of ik het boek heb. Maar die moet ik dan in ieder geval nog wel lezen. Dit boek heb ik wel liggen, die Prison Healer. Die heb ik liggen, die moet ik alleen nog wel lezen. Dan vind ik hier iets moois. Geen idee wat het is, maar een soort van schoonmaakdoek. Zonde. Microvezelachtig doekding. Met een hele mooie, ik weet niet of jullie het kunnen zien, een hele mooie print erop. Dat is eigenlijk, het kan wel een soort van tapestry zijn die je op kunt hangen met een mooie artprint. Staat er toevallig hier op waarvan? Dosap tapestry. Dan vind ik hier een boek, Beasts of Prey, The Hunt Begins, van Ayana Gray. Verder geen, wel gesigneerd, maar geen sprayed edges of zo. En dan staat erop, Lycosa was once a city of magic. Now magic is nothing more than a myth. Coffee as a beastkeeper at Lycosa's infamous night zoo. Caring for fearsome creatures to pay off her family's debts. Until she mistakenly unleashes a wild and mysterious power that sends the night zoo up in flames. Ekon is destined to become an elite warrior like his father and brother before him. Until the fire at the night zoo throws his destiny into disaster and he is cast out forever. Thrown together, Coffee and Ekon have only one choice. They must enter the terrifying greater jungle and capture the Shitani, the legendary monster that has plagued Lycosa for a century. Magic has returned to Lycosa and the hunt has begun. A brand new fantasy adventure for fans of an Ember in the Ashes, Shadow and Bone and the Gilded Ones. Nou, ik ben benieuwd. We gaan hem sowieso een keer lezen. Is hij leuk, dan houden we hem. En zo niet, dan gaat hij weg. Oh, dit vind ik leuk. Sokken. Ik ben dol op sokken. Dit is gebaseerd op het boek wat ik laatst gelezen heb, Six Crimson Swans. Dat boek was gebaseerd op het sprookje van de zes zwanen, maar dan in een andere cultuur. Ik vond het een prachtig boek, dus ik ben heel erg blij met deze sokken. Kijk, en daar staan dan de kraanvogels ook op. Dus dat vind ik echt wel super tof. Dan vind ik nog twee tarotkaarten. Three of Pentacles en Four of Pentacles.
En dan natuurlijk nog het boek van de maand. Een beetje alle papiersnippers verzamelen. Dan hebben we weer zo'n mooi Fairyloot mapje met Happy Reading. En het logo. En dan vinden we hierin de september 2021 Uprising boekenlegger. Een prachtige artprint met daarachterop een brief van de auteur van het boek. De Fairy Scoop Uprising. Met info. En dan vinden we hier een boek van Bridget Cameron. A Spark of Rebellion is All It Takes to Defy the Night. Het boek heeft paarse sprayed edges, lichtpaars. Mooie binnenkant met fleur de lis. Het boek is gesigneerd in een Fairyloot Exclusive Edition. Dan heeft het boek nog een beetje van die foiled dingen erop. Niet zo groot als de laatste keren, maar toch mooi. Het is een beetje paarsblauw, ik vind het mooi. En aan de binnenzijde van de dust jacket zit ook nog een artwork print. En dan staat daarop. A spark of rebellion is all it takes to defy the night. The kingdom of Kandala is on the brink of disaster. Rifts between sectors have only worsened since a sickness began ravaging the land. And the only known cure, an elixir made from the moonflower petal, is severely limited. Within the royal palace, the king holds a tenuous peace with a ruthless hand. Out in the wilds, apothecary apprentice Tessa Kate is tired of seeing her neighbors suffering ignored by the unyielding royals. Every night, she and her best friend Wes risks their lives to steal moonflower petals and distribute the elixir to those who need it most. But it's still not enough. As rumors spread that the cure no longer works and sparks of rebellion begin to flare, a particularly cruel act from the king's justice makes Tessa desperate enough to try the impossible, sneaking into the palace. But what she finds on the inside makes her wonder if it's possible to fix Kandala without destroying it first. From New York Times best-selling author Bridget Cameron comes a brand new blockbuster fantasy series about a kingdom divided by corruption, the prince desperately holding it together, and the girl ready to bring it all crashing down. En dan staat er nog op de achterkant, a twisty edge of your seat fantasy that has it all. A kinetic tale of the tension between duty, love and trust. A captivating combination of thrilling adventures, swoon-worthy romance and royal intrigue. This book is unputdownable. A high-stakes fantasy with heart and originality, Cameron is a master of nuance and political intrigue. A breathtaking, tender and fiercely page-turning story. Immersive and engaging. Nou, ik ben er heel erg benieuwd naar. Dan gaan we nog even kijken of alles wat erin zit, of het klopt. Looking for a new home for your library card? Look no further. Your new card holder, designed by Ed Jazzhawk, is inspired by our exclusive cover of The Prison Healer by Lynette Noni. Dat was het kaarthouder dingetje. In preparation for peak sock season, we're delighted to include this beautiful pair inspired by the Six Crimson Cranes by Elizabeth Lim with cute little crane details by the amazing Ed Katerina Book Designs. De sokken. Decorate your reading space with your new tapestry inspired by Daughter of Smoke and Bow. Ah, daar heb ik boeken van, die moet ik nog lezen. Dus dit is inderdaad een tapestry. Inspired by Smoke and Bow. Dus om te decoreren. Er staan op. Karu en Akiva locked in a starry embrace. The stunning artwork is by the one and only Saltese.
We absolutely had to include an enamel pin inspired by one of our favorite series, An Ember in the Ashes by Saba Tahir. It was designed by the amazing and Jess Hawk. Dat is de pin. Your eyes are not, do not deceive you. There are once again two books in your box. Score. Your special edition of Beast of Prey comes with an exclusive cover and a digital signature. In this stunning Pan-African inspired fantasy, fate binds two teenagers together as they strike a dangerous alliance to hunt down the ancient creature menacing their home. This month's collectible tarot cards are three of and four of pentacles. They are designed by Morgana Anagram and Future Jacks and the Fallen Star from the Caravelle series by Stephanie Garber. Dus deze gaan ook weer in mijn boeken die ik heb daarvan. Future Book of the Month is Defy the Night by Bridget Cameron. A richly imagined fantasy novel centered around the balances of power, elixir magic and the overthrowing of a corrupt kingdom. This is a book that will definitely keep you hooked. Your Faerudute exclusive edition has an exclusive cover, sprayed edges, foil on the case, artwork on the reverse of the dust jacket by Lizard Zardonyx, a ribbon bookmark and is signed by the author. As always, be sure to check out the author letter, the beautiful artwork on the other side too. Nou, dan moet hij... Oh ja, kijk nou toch. Er zit ook nog een bookmark in. Haha. Leuk. Altijd handig, zo'n ingebouwde bookmark. En dit was dus die kaart die erbij hoort. Nou, super mooi. Ik ben eigenlijk weer blij met alles wat in de box zit. Er is niet echt iets dat ik denk dat moet weg. Het volgende thema voor de maand oktober is Broken Hearts. We are so excited to reveal the October theme for our monthly box and it is Broken Hearts. How far would you go for a happily ever after? What would you do if you couldn't get it? This theme is about the broken hearted and what they would do to get a perfect ending. In this box you can expect items inspired by Eddie LaRue, Kingdom of the Wicked, Lore, We Set the Dark on Fire and the Future Book of the Month. We are thrilled to reveal that this box will have a blanket and will feature our next collectible item. We cannot wait for you to see it. Our Future Book of the Month is about love, curses and the lengths that people will go to for happily ever after. We've gone all out on customizations for the Future Book. This Faerudute exclusive edition will have an exclusive cover, two colored stencil sprayed edges, artwork on the reverse of the dust jacket, artwork on the end papers, foil embossing on the case, exclusive bonus content and will be signed by the author. Nou, klinkt veelbelovend. Dan zou ik zeggen, weer bedankt voor het kijken en tot een volgende unboxing. Doeg!